Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Veel volk op de eerste Vlaamse feestdag met Bart De Wever als burgemeester van Antwerpen. En met een opvallend NVA-get in het publiek. 11 juli is een moment om eens even stil te staan wie wij zijn als gemeenschap, waar we vandaan komen, waar we staan en waar we samen naartoe willen. En in Antwerpen is dat een grote uitdaging met meer dan 170 nationaliteiten samen. Vlaming zijn in A, dat is niet evident. Hendrik Conscience bracht Vlaanderen samen met de Nederlandse taal. Nu moeten we opnieuw op zoek naar beelden en symbolen om van alle Vlamingen één groot team te maken. Die uitdaging is ook voor iedereen heel duidelijk en af en toe wordt die bijzonder pertinent. Denk maar aan de gebeurtenissen die onlangs aan de school op het Kiel hebben gezien. Waarom haalde u het voorbeeld van de school van het Kiel aan? Wel, daar hebben we toch gezien dat als er maatschappelijke spanningen zijn, dat daar met etnoculturele groepen onmiddellijk het wij-zij-gevoel is, onmiddellijk het idee is dat zij buitenlanders zijn, een ambassadeur die komt en die allemaal het teken geeft, zij horen hier eigenlijk niet thuis. Ook een beetje de massahysterie die er geweest is, dat heeft toch helemaal geen positieve indruk nagelaten op de mensen, denk ik. Leren samenleven in Vlaanderen, dat is het thema van deze 11 juli. En dus waren er uitzonderlijk ook gastsprekers van andere gemeenschappen. Ik denk dat het zeer belangrijk hier is om als Joodse Vlaming te tonen dat wij evenzeer deelnemen aan de festiviteiten van 11 juli. De Vlaamse feestdag is belangrijk voor alle Joden in Vlaanderen. We willen dat de gemeenschap dit ook eigenlijk zelf ook erkent. Dat we ons niet allochtoon blijven noemen, maar dat we echt deel uitmaken van deze maatschappij. En vandaar dat het belangrijk is dat we ook de feestdagen meevieren. Wat is het voor u om hier nu als burgemeester te staan op de Vlaamse feestdag? Well, voor mij is dat wel een bijzonder moment. Ik heb deze bloemenhulde altijd bijgewoond als gewoon burger of als gemeenteraadslid. Vandaag als burgemeester, dat is toch wel heel bijzonder.